De Rotterdamse wijk Karnisse bungelt onderaan als het gaat om scoren op het gebied van veiligheid en zelfredzaamheid. Sociaal ondernemer Salim El Fassi probeert de tijd te keren. Hij organiseert allerlei activiteiten in en vanuit de Nancy Zeelenberg flat in Karnisse. Wij maken de avond mee waarbij er gekookt wordt. Ik krijg zalm, ik krijg aardappel of friet en groente en jus en salade erbij. Koken staat voor kookcompagnons. Ik ben dit gestart omdat ik eigenlijk twee dingen wilde. Ik wilde gaan ondernemen en ik wilde iets betekenen voor de stad Rotterdam. En met name op het gebied van eenzaamheid. Een van de pijlers van Coco is dat de wijkbewoners de vrijwilligersgroep vormen. Ik doe de afwas. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik wat te doen heb. Ja. Het schijnt dat het in Karnisse niet zo lekker gaat. Met hoe het met de wijk gaat. Dus dit is wel een pluspuntje voor de wijk dan. Zeker belangrijk voor deze wijk. Je hebt hier een winkel, je hebt een lekker eten, je hebt feestavonden en borrelen. Ik ben hier gekomen om juist het verschil te maken. Rotterdam-Zuid hoort bij Rotterdam. Het is inderdaad, als het gaat om wonen, op onderwijs, op werkgelegenheid, gaat het iets minder dan aan de noordkant. Maar dat wil niet zeggen dat het hier niet kan verbeteren. Als je kijkt naar die tafel hier, geen één van hun is familie van elkaar of zo. Ze zijn de bewoners gewoon van de flat en ze komen allemaal bij elkaar. Als ze gewoon praatjes maken, ik vind het ook belangrijk, hun vindt het ook zelf belangrijk. Anders ga je thuis eten. Ga je een soepje of een boterhammetje maken, dan is het helemaal alleen aan tafel.